Ik heb de reacties gevolgd. Ik ben ook gebeld geworden door vele Suriname-mensen en Suriname-oema's. Ik heb ze gezegd dat het een gevaarlijke tendens is welke zich aan het voltrekken is binnen de samenleving. Het kan nimmer zo zijn dat er personen zijn die bewust of onbewust opmerkingen maken om de samenleving op te splitsen. Ongeoorloofde uitspraken moeten we als mens zoveel als mogelijk proberen te vermijden. Ik wil oproepen om deze gedragingen achterwege te laten, deze opmerkingen achterwege te laten, want we komen er zo niet als land en ook niet als volk. Laten we juist trachten om mensen, ongeacht hun geloof, bevolkingsgroep, politieke kleur en geslacht, bij elkaar te brengen om die bijdrage te leveren. Dus kortom, Surinamers moeten we bij elkaar brengen. We moeten meer dan voorheen nu werken aan natievorming. Elk een van ons heeft die taak om die bijdrage te leveren. Alleen zo kunnen we ontwikkeling brengen voor ons land en voor het Surinaams volk. Dus nogmaals, ik wil een oproep doen. Dus laat het niet zo zijn dat het is een specifieke bevolkingsgroep binnen de samenleving die taak heeft om die ontwikkeling te brengen. Maar we hebben het met z'n allen te doen. Laten we als Surinamers ervoor waken dat dit zich niet herhaalt of dat dit soort zaken zich niet voltrekken binnen onze samenleving. We willen geen situatie hebben als wat er in andere landen gebeurt, waar bevolkingsgroepen haaks tegenover elkaar staan. We leven vredelievend met elkaar en laat het zo blijven. Laten we samenwerken aan de toekomst van onze kinderen en onze kindskinderen. En dat gaan we alleen kunnen doen, like van de bidjes mataki. Dat wang finga ne dring okro bravo, maar na alle den finga kona wang e dring asupu. Ik wil ook in herinnering brengen dat het niet zomaar is dat men gewerkt heeft aan het verbroederen in de 50er jaren. Maar de geschiedenis is daar. De verbroederingspolitiek, de verbroedering tussen de twee grote leiders, is niet zomaar gekomen. Het had een doel. En het doel was om tegenstrijd te voorkomen en juist de eenheid te bevorderen om zo het land te helpen opbouwen, te helpen ontwikkelen.